Wat is er gebeurd? Is mijn ruit ingeslagen? Mijn ruit is kapot. Fuck! Hoe dan? Hoe fucking dan? Bro, ik ben zo klaar. Yo, what up? Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Wij lopen door het altijd fucking warme Parijs. Want het is vandaag 32 graden en we gaan ons helemaal doodzweten. Ik heb een rugzak op, dus dat maakt het nog eventjes wat erger. Wat het ook even wat erger maakt, is dat mijn microfoon die op mijn camera zit normaal kapot is gegaan. Dus vanochtend had ik helemaal mooi in de kamer gefilmd en zo. Maar dat is allemaal kapot. Gisteravond zijn er zelfs wat beelden kapot gegaan en daar kwam ik nu pas achter. Dus nu, sorry dat de audio misschien wat minder is dan andere vlogs. Maar het kan helaas niet anders, want de microfoon is kapot en ik kan hier nu geen nieuwe halen. In ieder geval, we lopen nu door Parijs heen. Silver is op zoek naar limes, dat zijn van die leuke stepjes. Want we gaan weer lekker op de stepjes door Parijs heen. Ik heb een leuke route uitgestippeld langs alle toeristische attracties. Maar we moeten weer een stepje vinden. Maar dit hebben ze dus alweer helemaal best wel schoongemaakt en goed gemaakt. Het ziet er echt wel goed uit. Dit is trouwens de Notre Dame. Als je het niet kent en niet mee hebt gekregen, moet je het even googlen. Dit is een hele oude kerk en die is afgefikt. En je ziet hier ook allemaal foto's staan op de muren van hoe ze alle kunst en alles wat binnen staat hebben kunnen redden. En met spandoeken en zeilen en zo. Even een vakantiekiekje maken. Een vakantiekiekje. Dit is ook heel mooi. Vakantiekiekje 2. We lopen nu naar het Louvre toe. Maar het is hier echt niet normaal rustig. Er zijn wel geteld 1... twee, drie mensen, of drie groepjes mensen hier. Hoe ziek, wat de. Dit is echt lijp. Toch nog een klein beetje een voordeel van corona of zo. Silver, we zijn bij het Louvre. En bij het Louvre is er één foto die altijd moet. Je moet even op deze staan. We gaan echt het vakantiekiekje van het jaar maken. Ik zweer het je, deze wordt dik. Dan moet je kijken. Anna en ik wilden graag hand in hand lopen, maar het is een beetje warm hier. Dus we doen pink in pinky. Silver, loop jij ook pink in pink? Ja, gezellig. Het lijkt er net alsof we met z'n drieën relatie hebben. Polygamie. Kan allemaal nu. Oregano. Zo, en hier ga ik mijn partijtje goed op zeg. Jeetje. En holy crap, wat hebben wij goed gekozen. Je hebt gewoon een dit is echt de meest fancy tosti die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik maak wel even één patatje van je, daar heb ik wel zin in. Nam, nam, nam. En we zijn in de Off-White pop-up store. En ik ben nu even een shirt aan het passen. En ik vind hem super dik. Ook heb ik een zwarte riem, want ik heb de groene, maar die ben ik kwijt. Echt super dom. Maar Anna is haar gele kwijt en ik ben mijn groene kwijt. We gaan ze waarschijnlijk ooit wel vinden, maar ik ga een zwarte kopen. Zodat ik, als ik de groene vind, die weer kan verkopen. En dan altijd de zwarte kan rocken. En dit t-shirt, want deze is super dik. Het is wel echt lijp hoeveel shit ze hier hebben. Hoeveel riemen, zelfs mondkapjes. Daar zijn ze snel opgesprongen ook. Sokken. Ja, dat is 70 euro mondkapje. Ja, ik doe toch mijn gratis mondkapje van de GGD. Bro, eerlijk, als je op de camping loopt met je sokken in deze sandalen, dan flex je iedereen eruit. Holy shit. Hoppakee. De tas is gewoon al dik inderdaad. Er zitten allemaal gaatjes in. Hey, het was niet zo smart om zoveel geld uit te geven aan kleding, hè? En met dit weer, niet vergeten in te smeren. En we zijn bijna bij een van onze laatste bezichtigingspuntjes. Namelijk Arc de Triomphe. Rotonde des Doods. Dit is zo naar om hier te rijden. Jij mag echt blij zijn, Anne, dat we niet via hier kwamen te rijden. Hey, wat dacht je ervan? Kiekje? Komt dat zien, komt dat zien. Welkom, oh sorry, in Arc de Triomphe. Het blijft echt insane. De Romeinen hebben dit waarschijnlijk gebouwd, denk ik. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar echt respect voor hoe zij dat deden, jongen. Niet normaal. We lopen weer in de tunnels eronder, want het is zo warm buiten. Het is 33 graden. Wat was de gevoelstemperatuur? 46. 46? Het is inderdaad, het is echt snikheet. Beetje warm. 35, sorry. Oh, 35, maar het zegt 45 is... Dus het is gewoon mijn gevoel. Als het goed is, lopen wij nu door een van de mooiste straten heen. Want hier zie je de Eiffeltoren zo staan. Holy shit, wat is dit vet. Gaan we ook even Instagram model doen? Oh wacht, we moeten even ons kiekje. En we zijn bij de Adidas winkel geweest en we hebben even deze mondkapjes gehaald. Die echt 10 keer beter zitten dan die weggooidingen. Deze kan je gewoon wassen, kan je opnieuw gebruiken.
sluit veel beter aan en mijn bril beslaat niet door deze, omdat het er hier niet uitkomt. Dus dat is echt super chill. We lopen naar het restaurant waar we gisteren eigenlijk wilden eten, maar waar het te laat was om nog te kunnen eten. Maar daarbij sluiten we dus echt daadwerkelijk de hele trip af en hebben even één goed familie selfie gemaakt. Moet je maar even kijken. Oh, en ons eten is er. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ik had niet gekeken wat ik heb besteld en ik wees maar wat aan en ik heb dit besteld. Ik hoop dat het lekker is. Zo, we hebben gegeten en we krijgen allemaal een dipje opeens. Jij zit bijna te slapen, jij zit bijna te slapen. En ik wil echt slapen, maar ik moet helaas nog 5,5 uur naar huis rijden. En eerst nog 1,5 uur limen naar de auto. Dus het wordt nog een leuke rit. Wel een mooie Eiffeltoren hier zo. Nee, dat meen je niet. Wat is er gebeurd? Is mijn ruit ingeslagen? Mijn ruit is kapot. Alles is weg. Wat lag hier allemaal? Jouw laptop? Mijn laptop, al mijn gear. Mijn laptop, al mijn... Weer mijn camera gehad. Gewoon de tweede keer in 1,5 jaar. Ik ben echt... Bro, fuck! Hoe dan? Hoe fucking dan? Bro, ik ben zo klaar. Ik ben nu aan het bellen met de verzekering en alles. Ik heb net al met Beijer Electronics gebeld voor het alarmsysteem. Hij zegt ja, dit is super vervelend. Die jongens weten hoe het werkt en die weten dat als je... Het is een alarmsysteem dat je auto niet wordt gestolen. En dat dit gebeurt is super shit, maar ze hebben gewoon waarschijnlijk doorgetikt. En zo alles eruit getikt, dan lagen 2 tassen achterop. Nu is het dus zo dat de halve parkeergarage, of de halve onderauto, vol met glas ligt. We hebben 1 positief puntje. We hadden een buitenbezem gekocht voor mijn Anna en die hadden we meegenomen. Oh my god! Ja, anders moet ik er zo doorheen rijden en heb ik nog een lekker band. Alle pallets zijn afgerond, we moeten zo gebeld worden. Misschien krijgen we nog vanavond een nieuwe ruit erin. Ik vind het vooral gewoon heel kut voor jullie twee dat jullie spullen weg zijn. Ik heb heel veel geluk dat ik en mijn rugzak op mijn rug had en hem in de achterbak had liggen. En bij mijn voeten van de bijrijders, dus ja. Sorry jongens. We wilden eigenlijk over 2 dagen weer op vakantie, maar hebben we daar nog zin in? Jawel, alleen dan hebben we gewoon 0 spullen meer. Ja, gast. Dus dat wordt een beetje lastig voor mij. We zijn alweer een uurtje verder. Ik heb heel wat afgebeld. Alle verzekeringen, alle autoverzekeringen, reisverzekering. Ik heb mijn ouders gebeld natuurlijk om te vragen wat, hoe en wat. Carglass is dus nu aan het ingelicht worden, zodat we een nieuwe ruit krijgen. Dus misschien kunnen we vanavond naar huis rijden. Ook als het 2 uur s'nachts, dan rijden we gewoon de hele nacht door. Jij bent er een beetje klaar mee, hè? Jij bent al je schoolopdrachten kwijt, al je stageopdrachten. En mijn laptop. En je laptop, ja. Maar kijk... Dat is te vervangen. Dat andere, dat is uren. En dat is kut. Dat is echt... Kijk, weet je, dat ruitje boeit me niet zoveel. Het is, ja, waarschijnlijk... Maar al mijn andere bestanden, al mijn bewerkte, al mijn werk. Al je foto, al ja, mijn alles foto's, is weg. Foto's, al mijn... En wat ik net wil zeggen, weet je, dat ruitje, dat boeit me allemaal niet zoveel. Dat is wel te vervangen. Vooral kut voor hun. Kut dat zoveel tijd kost. Kut dat we niet naar huis kunnen. Ik ga maar eens eventjes al deze rotzooi opruimen. Er ligt hier gewoon een stuk steen. Ze hebben gewoon daadwerkelijk een baksteen door de ruit gegooid. Maar ze hebben die baksteen wel weer meegenomen. What the fuck? Laat die fucking baksteen dan liggen. Ik ben Dylan even aan het bellen om hem ook het nieuws te laten horen. Omdat hij er natuurlijk eigenlijk ook bij was. En dat hij blij is dat zijn auto weg is. En dat hij eerder naar huis is gegaan. Ja, doe het. Ewa, hoe is het leven? Hey, zou ik jullie eens even wat leuks laten zien? Mijn raam is er uitgetikt en al de spullen van Anna en van Zilver zijn gestolen. We hadden uit het hotel hadden we alles in de ding gelegd, in de auto. Toen zijn we nog een rondje door Parijs gegaan en toen is alles uitgestolen. Wij moeten nu gewoon een overnachting gaan vinden. We moeten ergens hier slapen, want ik ben nog niet gebeld door Carglass. En ik denk ook niet dat ze dat nog gaan doen. Dus, maar die hebben de beste auto hier kunnen laten staan, want anders zitten we met die auto zonder ruit. En dan moeten we meteen aan de straat gaan parkeren en dan zijn we helemaal de sjaak. Dus, dat... is het plan nu. Wat ik nu aan het doen ben is zo dicht mogelijk tegen de muur in parkeren, zodat niemand erin kan. Oké. Zo, nu doe ik dit raam dicht. Dat raam kan niet dicht, dus dat is een beetje kak. Als ik nu zo iemand zou geparkeerd zien staan, dan zou ik echt denken van wat de fuck is er mis met? What the fuck? En als je hier dus langs deze drempel kijkt, zie hier allemaal soorten, verschillende kleuren glas liggen. Van allemaal gebroken ruiten van glassoorten die mee zijn gekomen. En hier ligt nu ook een stukje van mijn glas bij. En we zitten in de taxi onderweg naar een random hotel wat nog tot zo laat open was. Er was niet meer heel veel keuze.
Dus daar gaan we even een nachtje slapen. Als het goed is, zou hier ergens een hotel moeten zijn waar wij kunnen slapen. Maar dat kan niet, want we moeten eerst nog naar de politie. En we staan hier dan en ik ben zo knijtermoe. Echt niet normaal. Ik wil het liefst slapen, maar helaas. We moeten vandaag naar de politie, want anders worden ze boos. En dan krijgen we geen rapport en dan krijgen we het geld niet terug. Great. We moeten eruit. We moeten de auto dus naar een politiestation brengen. Dus we gaan zonder achteruitje rijden. Gelukkig is het warm. Okay. Als het goed is, zijn ze super lief en laten ze ons er nu gratis uit. Bonsoir, I'm the guy with the broken car. Thank you. Gast, dit ga ik gewoon vaker doen. Ja. Dit scheelt gewoon, wat was dit, 40 euro. Zo, daar was mijn auto wat te laag voor. Ik zit nu bij de politie. Ze kunnen geen echt Engels, ze snappen wat woorden. Maar ik heb gelukkig dat briefje meegekregen, dus ze hebben nu mijn rijbewijs, mijn autobewijs dat het mijn auto is. En ze zijn nu, volgens mij gaan ze gewoon alles in één keer opstellen. En dan hoop ik dat we super snel klaar zijn. Zilver heb ik in de auto gelaten, zodat hij kan zorgen dat niet mijn stoelen uit mijn auto worden gestolen. Zij staan nu gewoon aan de straat, aan de hele dukke straat. Dus dat vond ik een beetje eng. Het is wel echt het meest ghetto politiestation dat ik ooit heb gezien. Met gebroken ruiten. En ze hadden gewoon allemaal ijzeren barren. Zeg maar, je had gewoon de deur. Dan had je nog een deur. En voor allebei die deuren hadden ze gewoon een soort ijzeren plaat, echt alsof het uit The Walking Dead kwam. Kijk deze zieke deur. Holy shit, gek. Hoe dit op slot staat, is echt lijp. What the heck. Ik heb mijn papiertjes allemaal. Alles is gefixt. En het is pas 2:30. Dus dat betekent dat we eerder klaar zijn dan ik had verwacht. Woe! Hallo meneer. Hallo. Waarom staat jouw raam open? Oké, okay, ik heb alle papiertjes. Kan ik aan jou geven? Gefixt. Super lieve mens hier. 2:30, netjes gedaan. Best wel snel. Best wel snel. We staan in de lift. Jij met al je deken, beddenspul. Het is 3:00. Ik ben helemaal dood op. Echt dood en dood op. Het is allemaal geregeld. We hebben de blaadje. Morgen worden, als het goed is, carglass of zo naar ons toegestuurd. En we mogen een raam gaan maken. We staan ook ergens in een parkeergarage van het hotel. Echt 3 diep achter 47 deuren. Dus helemaal top. Nu slapen. Vond je deze video leuk? Dan ben je echt een sadist, want het was echt super kut. Nee, maar vond je het leuk? Laat het duim omhoog. Vond je het leuk? Leuk. Subscribe even. Zie ik morgen om 2:00. Doei. We zitten in de taxi, maar... Hey, Zilver.